Waar ben je trots op? Ik ben trots op het hele winkelcentrum. Kijk hoe mooi het is geworden. Is er veel veranderd? Ja, heel veel. We hebben een leuk plein waar we activiteiten kunnen doen. Alle gevels zijn veranderd. We hebben allemaal veel meer ramen en licht gekregen. En de winkels zijn veel groter geworden. En nieuwe winkels zoals Kruidvat en Terstal. Mooi. Hey, en heb je er nog verder nog toekomstplannen met het winkelcentrum of je bedrijf? Of? Ja, zeker hebben wij toekomstplannen. Wij hebben als winkeliersvereniging, dit logo, hebben wij met elkaar, zeg maar, alle ondernemers, gaan wij leuke activiteiten doen. En dat wordt voornamelijk hier op het plein gedaan, daar hebben we de meeste plek voor. Als het andere gedeelte klaar is, gaan we daar ook bij aanpassen natuurlijk. Zodat we een hele grote activiteit dingen kunnen gaan doen. Zoals 16 april hebben wij hier paaseieren verfwedstrijd voor de kinderen hier uit de buurt. Met leuke prijzen erbij. En dat soort dingen, kinderrommelmarkt, braderie, kerstmarkt, live muziek en dat soort dingen willen wij allemaal gaan organiseren. Hoe lang ben jij al op Barfres? 25 jaar. En hoe ben je hier gekomen? Nou, we zijn vanuit Groningen land hier naartoe gekomen dat mijn man een baan had hier. En waarom Barfres? Nou, we zijn rond bezig kijken en naar de Rietlanden ook bewust, omdat het een jonge wijk was met jonge kinderen. Maar ik vond de Rietlanden toen gewoon heel kaal en vreselijk eigenlijk. Dus toen kwam ik door Bargeres en dat sprak me gelijk aan. Heel veel groen. Ja, dus dat is het ten eerste geworden. Ja, en wat is nou het, wat je zegt groen, wat is nou het groenste plekje? Wat is het mooiste plekje? Buiten Bargeres is dat natuurlijk het Bargebos. Noord-Bargebos. We gaan voor veel wandelen en dergelijke. Maar goed, als je sowieso door de wijk fietst, zie je alles groen. Het is gewoon mooi qua natuur. Qua vogels. Ik fiets heel vaak met mijn kleinzoon en die leer ik dan van allerlei dingen. En, waarom is het leuk wonen in Bargeres? Omdat je hier kan voelen. Waar voetbal jij? Op het grote grasveld. En waar is het grote grasveld? In de Rijkenbrink is het grote grasveld. En in de Kuil kun je ook heerlijk voetballen. Wat kun je nog meer doen in de Kuil? Skileren. Hoi. En doe je dat met jongens uit de buurt? Vriendjes uit de buurt? Ik woon sinds anderhalf jaar weer in Bargeres. Daarvoor heb ik denk ik bijna 10 jaar in Angerslo gewoond. En nu voelt het weer als thuiskomen in Bargeres. En waarom voelt het als thuiskomen? Ja, misschien, ik heb daarvoor 20 jaar gewoond in Bargeres. Voor mijn scheiding. En, dus ik ken de wijk natuurlijk. Maar ik vind Bargeres is ook heel erg prettig. Het is dicht bij het centrum. Je kan zo het Noord-Bargebos inwandelen. In de wijk kan je heel erg mooi wandelen. En, de mensen zijn heel vriendelijk. Dat vind ik ook heel erg plezierig. Ja, de buren letten niet op je per se, maar je kan er wel altijd terecht. Dat zijn dingen waarvoor mij heel erg belangrijk is. Ja. Ja, het is een mooie jonge wijk. Ik vond het heerlijk om even buiten te zijn, een rondje te lopen op een vrije dag en dan lekker te genieten van de natuur. Waar loop je langs? Wat zijn mooie plekjes? Ja, vooral hier langs het kanaal en dan een rondje een stukje door de Rietlanden heen, langs het station weer terug. En dan de vogeltjes en mensen die hier nog veel meer lopen, ook met honden en zo. Ik vind dat wel mooi.
woon je in Bargeres? Ja. En waarom woon je in Bargeres? Omdat het mooi dicht bij mijn centrum is en toch wel redelijk in de natuur. Ik zie dat je een hond hebt. Ja. Is dit de favoriete wandelroute met je hond? Nou, er zijn meerdere routes hoor, want je kunt overal langs allerlei plekjes, maar dit is wel een van de favorieten.